Ik ga hem nu de temperatuur meten. En dat resultaat deelt Yvette dan via de computer met het ziekenhuis. Voor alle duidelijkheid, Roger is ondertussen genezen, maar toen hij in maart besmet raakte met het coronavirus, werd hij opgenomen. Hij kon vroeger naar huis, omdat de dokters hem van op afstand konden opvolgen. Dat is dan via de computer, en dan moest je thuis de zuurstof meten, de koorts. Hartslag uh, en ademhaling. Dat heeft Roger tien dagen lang gedaan met een thermometer en een zuurstofmeter die hij van het ziekenhuis had gekregen. Veel ziekenhuizen moesten in volle coronacrisis hun werking bijsturen door de toevloed aan coronapatiënten. Op een gegeven moment hadden wij toch een, uh, vier, vijf afdelingen die volledig uh, gebruikt werden voor uh, coronapatiënten, voor COVID-patiënten. Dus uh, de, de normale zorg is op een gegeven moment wel zeker. In het gedrang gekomen. Dankzij de meting op afstand had Yvette haar man sneller bij haar thuis. Ik vond het heel leuk dat hij hier thuis was. Want toen hij in het ziekenhuis lag, kon ik maar eens even per dag een paar minuutjes met hem bellen. En nu kon ik hem zien dan alle dagen. We hebben in totaal een 50, 55 patiënten op die manier toch begeleid naar huis kunnen ontslagen. En dat maakt dus voor het ziekenhuis toch ongeveer 70 lichtdagen. Of 70 bedden die dan vrijgemaakt kunnen worden voor het opvangen van, van nieuwe patiënten. Verschillende ziekenhuizen willen de metingen op termijn laten doen door deze hoogtechnologische pleister. Voordeel hiervan is ook dat de gegevens op een continue manier kunnen verzameld worden en dat ze niet afhankelijk zijn van bepaalde metingen die, een be die de patiënt op bepaalde tijdstippen uitvoert.